In de lucht boven het verdronken land vlogen hulp- en verkenningsvliegtuigen zonder ophouden rond. Uit deze machines werden vaak de aanwijzingen gegeven die de reddingsploegen nodig hadden om tijdig op kritieke punten te komen. Want ook aan het einde van de derde dag bevonden zich nog tallozen in levensgevaar. Er was geen contact. Van het gemeentehuis zelf had ze geen contact met de buitenwereld. Er was geen hulp. Drinken, eten. Peter die woonde ook in Zierikzee. PA0GOE op Koeree. Hallo PA0GBX in Den Haag. Hier op PA0. Ja, Peter is gaan bouwen. Maar we hadden natuurlijk geen materiaal voorlop allemaal. Enfin, dan kunt u zien als u de zender ziet. Het is primitief. Hij had geen zendbuizen. Die had toevallig iemand van de PTT had zendbuizen. Nou, die zie je staan op de foto. En zo is die jongen begonnen. Hij is toen gaan roepen. Toen heeft hij nog contact gehad met een kennis om te bouwen. Toen zijn ze verder gegaan. Ik heb ook nog geholpen. Hier op PA0GOE op Koeree. Hallo PA0GBX in Den Haag. Hier op PA0GOE op Koeree. Ontvangt u bij? Over. Ze verstonden ons, want wij riepen om ZRK hier, ZRK, verstaat u mij? Op een gegeven moment kregen we dus contact, wat ik straks zei, met iemand uit Middelburg. En die begreep ons en die verstond ook ons. En toen kregen we bericht terug dat hij ons begreep. Mm-hmm. En toen kwamen er van Lievelee meer zendamateurs in Daphne en Goes nog in, maar dat weet ik niet zeker. Nou, we losten elkaar wel eens af. Ik liep dan de berichten naar, die liep ik naar het stadhuis met een bericht gekregen had naar de burgemeester. Dan kreeg ik van de burgemeester weer een berichtje terug en dan moest dan Peter weer verzenden naar diverse instanties. Waar we dan contact mee hadden. En zo is dat eigenlijk een beetje gegroeid. Hallo vliegtuig boven Zierikzee, u dropt verkeerd, u gooit de daken stuk. Met die rubberboten ging het niet altijd even goed. Dus dat heb ik weer advies gegeven aan Peter, dat omdat ik naar de centrum van Zierikzee liep, waar kijken waar die rubberboten terecht kwamen. En die kwamen dan verkeerd terecht, dan liep ik weer snel terug naar Peter toe om te zeggen, het gaat niet goed Peter, ze moeten iets later uit. Gooien. Een paar seconden, want een vliegtuig is snel natuurlijk. Nou, toen kwamen ze meer in het centrum terecht. En toen zijn we dus constant een paar dagen in de lucht geweest. En toen kwam er hulp van de zendamateurs uit Leeuwarden, of uit Friesland dan. En die hebben de intrek toegenomen op het kantoor van Zeelandia. En die hebben toen ons afgelost en ook de boten die inmiddels kwamen met zenders aan boord. Die hebben toen de zaak overgenomen. Ik rij nog vaak, heel vaak langs de zeedijk. Van de zee boeit me nog steeds. Dan zit ik ook wel eens te denken. Jongen, jongen, wat is dat water toch hoog geweest? Dat kan ik me niet voorstellen. Dat denk ik dan wel eens. Want het boeit me nog steeds, het water.